leven op een kantelpunt in de geschiedenis. Het is duidelijk dat het anders moet. Anders produceren en anders consumeren. We noemen dat ook wel systeemverandering. Daarbij gaat het niet alleen om high-tech oplossingen, zoals bijvoorbeeld de elektrische auto of de connected cars. Het gaat juist ook om het wandelen, het fietsen, de trein, het integreren eigenlijk van dit alles in één vorm van mobiliteit. De landbouw moet ook anders. Minder gespecialiseerd wellicht. Het gemengd bedrijf terugbrengen waar de boer zich niet alleen bezighoudt met voedsel, maar met ook natuurbeheer, toerisme en zelfs gezondheidszorg.